Een tijdje geleden trok dit bericht onze aandacht. Vlaming moet duurste kasteel ter wereld verkopen. Voor 425 miljoen euro is dit stulpje in Frankrijk van u. En Jassie Vlaming, dat ben jij, hè? 425 miljoen euro. Het lijkt veel, het is ook veel. Maar laat ik Nee, wacht. We weten niet wat we ervoor krijgen. Oh. Dus de wereld focust op het kasteel van 425 miljoen. Ja. Die focussen op het kasteel. Ja, maar... Dus heel de wereld helemaal verkeerd. Het kasteel is geweldig lelijk. Nee, maar wat moet ik zeggen? Maar wacht, je moet het verkopen. Nee, even wachten. Okay. Nee, maar kijk, dus nu uw focus... Nee, het is een 1000 hectare. 180 keer het Witte Huis, de grote. Dus Corbeil Parijs. Wat kun je daar doen? Een nieuwe stad bouwen. Maar wat mag je er allemaal doen? Kijk, als je 1000 hectare hebt, Geert, dan ga je met Macron praten. Dan kun je 180 keer het Witte Huis. Je bouwt twee nieuwe steden. Dus dat kasteel, dat gaat het zien zelfs. Het is gewoon lelijk. Dus het gaat eigenlijk... Dus eindelijk, je moet heel de wereld kijken op 425 miljoen. Dat is veel geld, maar moet het gaan opdelen in grondaandeeltjes. Ga zo eens denken. Maar ja, dat mag niet overal natuurlijk. Maar jij zegt ja... Pas op, omdat de macht zo groot... 1000 hectare. Mm-hmm. Dat zijn 180 keer het Witte Huis. Maar wat zeg jij nu eigenlijk dan? Zelfs als er wetten zijn van dat je daar niks op mag bouwen, trekt u er niks van aan? Maar als je... Laten we 1000 hectare. Ja. Hoeveel woonelementen zouden erop zijn? Begrijp je dat? Als het mag in woonelementen. Nee, van het moment dat je over bedragen spreekt, zijn de belangen zo groot dat er mate de vergunningen komen. Want het gaat werkgelegenheid creëren. Sowieso. Oh. Oké, okay. Maar laat ons toch even naar het kasteel zien. Hè. We gaan eens zien. Het is het château d'Armainvilliers vanuit de lucht hier. Kijk eens, chef, daar kun je wel een mooi concert geven. Hè. Ja, maar ik zeg niet nee, Gert. Ik voel wel een projectje voor Studio 100 aankomen. Ja. Een park maken. Ja. Een park maken. Ja, ik vind het geen lelijk. Nee, ja, maar je zei niet, je bent geweest, hè? Ja, wie was de vorige eigenaar eigenlijk? Dat is eigenlijk de vorige eigenaar vandaag. Dat is iemand uit het Midden-Oosten. Die is daar nooit geweest. En die is daar nooit geweest? Ja, waarom moet hij daar naartoe gaan doen? Ik weet niet. Ja, dat is graag in uw eigen huis. Hè? Iemand die graag wandelt? Nou, die graag wandelt. Dus mensen kopen soms iets om strategisch te zetten. Dus dat is heel... Dit was een investering eigenlijk? Nee, want als je 200 miljoen betaalt voor iets en het staat meer dan 10 jaar leeg, dan zijn er andere belangen. Heeft dat 10 jaar leeg gestaan? Ja. Ik denk 20 jaar of zo. Maar welke belangen spelen dan in jas? Nee, je moet kijken, want op het moment dat men dingen koopt, men doet favors. Ik ga er niet dieper op in, maar men doet elkaar plezier. En bedragen die gaan zich verplaatsen. Een van de mooie dossiers bijvoorbeeld is Calibroni. Het kasteel van haar ouders is verkocht in Italië. Mm-hmm. De prins Achwaïd heeft dat gekocht. Die heeft 20 miljoen gedaan. En ik heb gevraagd ook, maar... Het is een plezier te doen aan Sarkozy. Oh, ziet je dan? Een goeie voetje op de bedragen zijn zo groot, maar je kunt dat niet doorprikken. Politiek eigenlijk? Nee, handel? Wapenhandel? Nee. Als je een kasteel hebt en het water is zo hoog, ja. Dat kost 10 miljoen. Ja. En als ik ga een schuldgevoel afkopen, zeg Evi is het, Evi? Ja. Ik koop 10 miljoen. Ja. Dus op een gegeven moment gaat je me iets moeten terugdoen. Ah, ja. Dus voor wat hoort wat, zo moet je dat gaan zien. Maar de belangen zijn zo verkronkeld, daar kan nooit iemand gaan tussenkomen. Maar is dat dan niet een beetje een vuilwereld? Ja. Maar wat denk jij dat vandaag de wereld is? Ja, ik ben er heel naïef in. Festivals en plopsa. Wat denk je dat de wereld is? Ja, maar dat is erg. Ja. Ik vind dat confronterend dat jij dat zo keihard zegt. Ja, maar waarom? Kijk, ten eerste, men heeft mij nodig. Ik heb een... Waar in Saint-Tropez heb ik pas een pand gedaan. Een object gedaan. Waar Gert woont? Nee. Die zijn. En die meneer was 35 miljoen. Die zegt, moet ik het kopen? Ik zeg, ik zou dat niet kopen. Ja, koop het toch. Dan moet je het kopen, hè. Ja. Dus ik heb het niet nodig. Ja. En ik vind dat belachelijk, die grote bedragen. Ik vind dat hartstikke belachelijk. Okay. Mm. Belachelijk. Maar hoe ben jij zelf in die wereld beland? Dus ik ben als jonger aan mij, dan wou je natuurlijk onbewoond goed kopen. En je ziet natuurlijk naar de grote mensen. En Donald Trump, hè, je wilde ook zo worden. En ik ben begonnen en toen zag ik dat niemand mij wilde helpen. Mm-hmm. Ze lieten mij allemaal staan in een hoek. De grote mensen, die deelden allemaal de kaartjes uit aan elkaar. Maar ik bestond niet. Ik was een meubelstuk.
En toen zag ik die mensen allemaal, Russen, die kwamen naar Europa allemaal. Toen dacht ik, ja, ik ga mijn schoenen aantrekken, ik ga naar Rusland. En toen heb ik de Russische mentaliteit leren begrijpen. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens gaan nadenken wat die koper wil, maar niet wat de verkoper wil. Mm-hmm. En wat wil iemand... Jullie hebben kinderen allemaal, denk ik. Wat wilt je? Nee. Sorry, chef. Ja. Dus wat wilt je? Je wilt het voor kinderen goed hebben. Dit is normaal, Evi. Je wilt het voor kinderen goed hebben. Dus als je dan naar land gaat wonen wat niet stabiel is... En ik zeg, Evi, de school ga ik regelen. Ik pak uw hand naar daar regelen. En ik regel heel die veiligheid allemaal. Ja. Dus ik werk in een oplossing. Je verkoopt niet alleen een huis, maar eigenlijk een heel leven. Dus eindelijk, het makelaar... Ik ben geen makelaar, hè, Gert. Mm-hmm. Ik ben geen makelaar, hè. Elegant niet. Want wat is het belangrijkste voor die klanten die jij hebt dan, of die je had in Rusland? Wat waren de belangrijkste eisen eigenlijk? Ja, de mensen die voelen hun gewoon onveilig. En die willen gewoon een kindje op een goede school zetten. En wat je daar ook ziet, ik kleed dat helemaal om. Ja, veiligheid. Dit is bijvoorbeeld... jij laat dan in zo'n huis waar die mensen naartoe komen dit glas installeren bijvoorbeeld. Zoals we moeten zien, in België hebben wij 4 huizen gedaan. Mm-hmm. Dit is het zwaarste bulletproof glas. Ja, maar ik weet niet, misschien kunnen we het niet goed zien. Dus dat is het dikte. Het safe house is mensen die gaan verhuizen, Evi. En die moeten om strategische redenen gaan verhuizen. Ja. Dus ik heb een paar presidenten gedaan die nu onder de radar leven. Dat zijn targets bij ons. Ja, daar schiet ze. Nee. Maar wow, wacht, dus is het dan eigenlijk in een soort van beveiligd gigantisch grote bunker? Ja. Dus wij hebben er 4 gedaan en dan als de president doen. En wij gaan dat glas erin zetten. Maar je kunt er nog net doorzien. Maar wat natuurlijk ook is, als we dat glas plaatsen, moet je in een beeld... We doen huis tussen de 1000 en 3000 vierkante meter. Ja? Dan moet je rekenen dat kost 4 tot 5 miljoen. Maar nu, als we dat glas plaatsen... dan kan natuurlijk ik wel schieten van 500... kan ik door de muur schieten. Dus de muur moet ook nog... Met staal. Ah ja. Oh, Jesus. En dan komt erop neer, dan als je kinderen hebt... de mensen met... de slechte mensen, mijn excuus, ja... Die gaan integreren via systemen. Als je kindje hebt, TikTok, Instagram... ja, via dat systeem kunnen ze bij de papa komen. Dus de telefoons van de kinderen die gaan naar een bepaalde veiligheidsdienst... die worden daar helemaal beveiligd tot elke trade die wordt opgevangen. Dat doen we allemaal. En dat is ook eigenlijk een service die jouw bedrijf aanbiedt? Dat is een service. En bijvoorbeeld ook... in Europa bij UBO, dat wil zeggen... Ik weet hoeveel jij geld hebt. Dat weet ik. Dat is een computer, UBO. Hoeveel vernootschappen, wij zien dat. Ik dacht een UBO, waar ik je kalt heb. Dat is... Bij. Maar als ik dat zo hoor, ik wil echt nooit zo rijk worden. Nee, maar het probleem is dat, Evi, ik ken jouw vermogen niet. Ik weet wat jouw vermogen is. Dat is iets minder dan 400 miljoen. Nee, maar uw vermogen zie ik. Dus, en dat is niet prettig. Hmm. Want je hebt kinderen, als jij morgen een groot contract van 100 miljoen gaat tekenen, dan kan ik zien hoe je balans uitziet. Ja. Ik zie dat jij denkt, nee, dus dat is niet fijn voor je kinderen. Nee, maar en als je een stoute journalist ziet, hey, die Evi, oh, die heeft dat, die gaat dat schrijven. Dan gaan we het over 100 miljoen. Nee, maar... Savannah wil ik nog wel eens testen. Maar zo is het wel. Nee, maar als je spreekt over deze bedragen, dan zijn als je een target in België, zei... In België zijn 2 mensen die constant bewaakt worden door een dienst uit Israël. Constant in België. Schrik daar niet van, hè. Ja. Wat er gebeurt, achterhalen. Hè. Wat doe ik dan ook voor begrijpt? Ja. Als de mensen een huis kopen, dan ga ik dat... structureren, ja, dat iemand dat gekocht heeft en niemand weet wie ooit een eigenaar is. En ik ga de mensen een andere nationaliteit geven. Ja, ja. Als een Rus iets in Zwitserland koopt, ja, dan moet ik hem een andere nationaliteit... Een Rus kan niet in Zwitserland kopen. Dan gaan wij een nationaliteit uit Malta geven en dan kan je kopen. Wow. Zeg je uw eigen veiligheid? Ja. Hoe veilig is dat voor u? Nee. Is het opportun voor u om bekend te zijn? Of eerder niet? Kijk, en dat is natuurlijk ook bij Gert of bijvoorbeeld dat dit programma. Het trekt aan. Maar ik probeer mijn mediacommunicatie te controleren. Want in Jas bijvoorbeeld op zo'n deal van... stel nu dat morgen dat kasteel voor 450 miljoen verkocht wordt... dan zit een leuk percentage voor jou. Ik werk op 6%. Dat weet men. Dat is... 6%. Mooi bedrag toch? 6%. En mijn dagfees die komen erop. En ik aanvaard alleen maar klanten die ik heel... waar ik op één lijn vind. Dus ik doe mensen... Niet in de wapenhandel doe ik. Mensen die jagen... Die doe ik niet. Als ik in een huis kom en ik zie daar een leeuwenkop, doe ik niet. Doe ik drie. En waarom niet principieel? Doe ik niet. Waarom wel? Okay. Waarom moet je het wel doen?
Uit de rijkste Belgen, van de 10, denk ik tot er al 2, 3 bij mij gesprek. En ik doe ze gewoon niet. Mensen willen jou gaan flatteren, gaan eten. Ik ga niet met de mensen eten, want ik heb elke dag gegeten. De mensen gaan tegen jou aanwrijven, cru gezegd. Om de en dat doe ik gewoon niet. Ja, dus je bent heel streng of strikt in wie je voor wie je werkt. Gert, als je tevreden bent in je leven, waarom moet ik dan dat gaan doen? Zeg in Jas, wat is het gekste wat een klant ooit gevraagd heeft? Ik heb, ik zal een minuutje verhaaltje vertellen. Ik heb een penthouse gedaan in Parijs. Dat heb ik aan iemand verkocht uit Kazachstan. En het is altijd zo, men zegt, ik heb appartementen koop. Geklapt zo tegen de maand. Goed. Dus mijn secretaris communiceert, dus zijn secretaris, ook we hebben appartementen, penthouse te koop, Avenue Montagne, 1000 vierkante meter. Nu, dat is een goede ligging, hè? Maar liefst. Dat is een goede ligging, hè, voor mensen die Parijs niet kennen. Ja, het is wel groter. Ik vind het een beetje belachelijk, maar ja, tot daartoe. Goed, mijn secretaris geeft het door tegen zijn secretaris. De klant die landt een paar dames rond hem. Ik leid me Parijs rond, het penthouse, zeg ik, dat is goed, dan gaat dat advocaat. 65 miljoen, kom binnen. Okay. Hij was dronken, aangeschoten met dames. En hij belt mij op, na 2 maanden na. Hij zegt, I want to talk with you. ik probeer het te zeggen. Nee, I want to talk with you. Dus ik ga naar Parijs en hij zegt, I don't know, I go to store and store don't talk to me. I dial number, people don't talk. I said, you bought a Paris. I didn't know. I think I bought a London. Zo had 65 miljoen betaald. Ik dacht hem Londen gekocht had. Nee. Oh my god, echt. Jezus. Oh. Nee, je krijgt soms... Dus ik heb hem dan gezegd. Ja. Ik zeg, Vladimir, maybe you can change wife. I cannot change. Oh, president gonna kill me. I cannot divorce him. Just twice. Ziet je, dat zijn die gesprekken. En dan heb je dat. You need to sell for me. Maar dat los jij dan op? Dat los ik af. En het is natuurlijk ook dat ik voor hun sta. Als ik het doe, dan doe ik het ook. Ja. Nu, soms wijs je ook klanten af. Je hebt het net gezegd. Maar bijvoorbeeld ook in 2013 wilde Cher haar villa in Malibu via jou verkopen. Hier zien we ze. Ook een mooie... Allee, Cher niet, maar haar villa. Een mooie optrek. Dat is, ze ligt misschien aan het zwembad. Ik kan het niet goed zien. Ah, ze speelt. Maar het is niet doorgegaan. Hè? Waarom? Nee, dus ik probeer ook altijd... Ik wil met mensen heel open zijn. Dus altijd met elke klant moet ik een gesprek hebben. Altijd. Mm-hmm. En daar was een van de advocaten van Cher. Ook een advocaat van Johnny Depp. Die levensverbannen is van Twitter. Die introduceerde mij aan Cher en zegt, Ineos komt 50%. Dus ik moet 50% afstaan van de commissie. En ik vind dat gewoon niet kunnen. Dan steelt je van je klant. Dat maar je zou kunnen zeggen, ja, Cher is toch wel iemand... Ja, maar je doet dat niet. Je doet dat niet, Gert. En ik heb dat ook met die Lian Bettencourt gedaan. L'Oréal, een van de rijkste dames in de wereld. Ja. Werd ik ooit uitgenodigd bij een Zwitserse bank. En daar liepen zoveel mensen rond, allemaal. Behalve mevrouw Bettencourt liep er niet rond. Mm-hmm. En dan heb je toch dat buikgevoel. Dan zeg ik, ja, jongen, dat klopt hier niet. Mm-hmm. Ik heb dat gevolgd. Tot slot zat ik niet in de Netflix-serie. Ja, 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 ja. En nu was erbij betrokken, Sarkozy. Dus je voelt dat aan. Je voelt dat aan door te praten. Je hebt dat ook, je voelt dat aan. Het zit goed, ja of nee? Ja. Oh, zeg, Jas, tot slot, wanneer hoop je nu bijvoorbeeld deze verkoop rond? We hebben dat gelanceerd in de pers. Hadden wij 130 miljoen views hebben gekregen. En toen hebben we 18 potentiële klanten. Het probleem is, de klant wil meer geld. Ah, het is opgeslagen ondertussen. Ja. Ah, oké. Okay. Hoeveel is het nu? Ik weet het niet, maar we gaan een discussie. Dus dat heb je ook op de 10 klanten. Als ik met de klant ga, de prijs omhoog. Allee, dus het is iets voor de komende maanden? Of... We kijken naar. We gaan, de mensen, de klanten bij mij zijn een beetje ego-trippers. Dat is een beetje... Maar dat hoort ook bij jouw vak, natuurlijk. Nee, dan moet je de mensen een beetje gaan afstraffen. Een beetje zeggen, een beetje rustig doen. Oké, ze zitten te kijken vanavond, ik weet het zeker. Voetjes op de grond. Voetje op de grond. Onder controle. Ah, wel, het is goed. Dankjewel, Injas Meeuwissen.